How many rooms in an apartment like that? Oh, two or three. Okay. Three rooms, yeah. So, Frank, can you do the numbers? So 2 times 300 is 600. Nou, heb jij een aantal tips hè, voor mensen die ook willen investeren in vastgoed in Amerika? Ja. Zoals door die tips heen gaan, door die redenen heen gaan? Ja, nou, het zijn redenen, tips. Het is een mix van die twee dingen, denk ik. Ja, maar op basis van jouw ervaring. Ja. Dus super waardevol. Ik heb er nou zin in. Als je investeert in het buitenland, dan wordt dat niet meegenomen in je vermogen in box 3. Dus? Dat is een voordeel dus. Je betaalt natuurlijk wel belasting in Amerika over de huizen, maar elk huis wat je in het buitenland koopt, wordt niet meegenomen in box 3. Oké. Okay. Dus het geld breng je over de grens, is weg van je bankrekening, is geen vermogen. Nee. En als het terugkomt? Ik weet niet wat er gebeurt als het terugkomt, maar zolang het daar zit, betaal je geen vermogensbelasting over. Ja. Dus al die jaren betaal je niet, omdat de Nederlandse Belastingdienst redeneert, er wordt belasting gegeven op de pand in het buitenland. Okay. En dat is ook zo. En waarom hou je dat daar? Waarom hou je de gelden dan in Amerika? Nou ja, goed, dat is niet bewust. Het is een van de voordelen, denk ik, die ik ondervonden heb aan mijn lijve. Maar uiteindelijk, als het geld daar zit, zit het. Ja. Het huis is daar, dus het is gekocht. En dan bouw je daar een eigen portefeuille op in Amerika, maar ook je vermogen op? Laat je het allemaal daar? Ik laat het in principe daar, maar ik bouw eigenlijk. Ik ben nu ook die huizen cash aan het kopen. En dan heb ik als ik 3, 4, 5 heb ik wat credit score in Amerika. En dan kan ik ook wat makkelijker een lening krijgen daar. Dus dan wil ik pas echt gaan groeien. Ja, precies. Zit ik dan daar naartoe gaan en echt een project kopen waar ik wat meer winst op kan maken. Wat ik zelf kan verbouwen in een van die wijken. En dan op een gegeven moment dat ik die 5, 6 panden die ik dan heb, of 7 of 8, die ga ik dan herfinancieren. Ja. En van daaruit weer verder groeien daar. Dus de tip is om cash aan te kopen. Ja. En dan je creditscore opbouwen om te kunnen herfinancieren. Je moet ook rekenen met cash aankopen. Dat klinkt wel zwaar, maar $52.000. Ja, precies. Je moet er even door 5 delen. Dus er gaat 10.000 af, ongeveer 11.000. Dus je hebt over €40.000. Okay. Ja, precies. Het is natuurlijk nog veel geld. Alleen dat is nog wel iets wat je... Wat meerdere mensen kunnen doen. Wij leren mensen hier in Nederland ook om cash te kopen. Want om cash te kopen, exact hetzelfde als in Amerika, krijg je de beste deals. Ja, precies. Zo simpel is het. Ja. En alleen die cash even kortstondig moet je die hebben. Ja. En dan herfinancieren. Ja. En in Amerika werkt dat precies hetzelfde. Ja. Zijn banken daar gewillig om te herfinancieren? De banken zijn wel heel gewillig, maar als buitenlander is het wel veel moeilijker. Hmm. Oké, wat kunnen we daaraan doen? Nou, in dat proces zit ik nog, maar niet iedereen heeft een Amerikaanse vrouw. Dus dat kan ik ook aanraden. Maar, dat is tip 2. Maar dan zou je het eventueel via die weg kunnen spelen. Maar op een gegeven moment, als je wel een aantal huizen hebt, kun je op een gegeven moment wel eerder bij de banken terecht. Ja, precies. Okay. Ik kan me voorstellen. Dus, ja. En dan even nog terzijde, dat mensen denken, maar €40.000 heb ik ook niet. Nee. Hoe zou je dat oplossen? Nou ja, ik denk dat je sowieso creatief moet denken. Hmm. Stel dat je wel €20.000 hebt of €30.000, dan kun je wel iemand vinden die misschien jouw €10.000 wil lenen. Ja, ja. Of je moet er nog €10.000 bij sparen. Ja. Of je kunt op zoek, als je overwaarde hebt in je huis, zou je ook voor kunnen kiezen. Heel veel mensen hebben op dit moment een huis met overwaarde. Ja. Stel, je hebt een huis gekocht voor 2 ton, maar het is nu 3 ton waard. Maar je hebt nog maar een hypotheekschuld van 150. Dan kun je daar €50.000 uitpakken. Stel dat jij nog die rente hebt van 1,6%, dan pak je hem voor 1,6% dat geld. Ja. Ga je investeren in Amerika, pak je 9, 10, 11, 12%. Rendement. Rendement, ja. Wauw. Top. Tip 2. Tip 2 inderdaad. Ja. Dus dat is ook, die had ik niet genoteerd, maar... Heel goed. Dat is ook zeker goed. Een tip. Ja. Inderdaad, wat daarnaast superleuk is in Amerika, het is natuurlijk een hartstikke groot land. Kijk, in Nederland heb je Amsterdam, Rotterdam, dat zijn de hotspots. Maar in Amerika is de ene keer dit de hotspot en dan komt er weer een ander dorpje. Dat wordt in één keer heel populair, bijvoorbeeld Santa Fe in New Mexico. Mm. Wordt in één keer heel hip, de huizenprijzen gaan stijgen. Dus als je daar goed op kan inspelen... Waar kun je zoiets vinden? Ga je op internet zoeken? Ja, je hebt verschillende sites waar hoe de populatie zich ontwikkelt. Site? Ja, wat een hele gave site is, maar dat is roofstock.com. Roofstock. En daar staan allemaal verhuurde panden in Amerika op. En daar staan echt hele gave panden op in allerlei areas, maar daar zie je dan ook wel dat de rendementen het beste zijn in een aantal staten. Oké. Zoals Ohio. Dat lees je direct af, Ohio. Ja, je ziet in die huizen voor wat ze verhuurd zijn en wat ze kosten. Ja. Daar kun je ook een soort rekensom maken. Ohio, Tennessee, Texas in bepaalde gebieden. Ja. Daaromheen heb je nog Illinois, Missouri, Michigan. Okay. Dat zijn staten waar je een goede return on investment krijgt. Oké, mooi. Ja. Tip nummer 3. Ja, het is veel spreiding. Dus je kunt op een gegeven moment ook kiezen om ergens anders naartoe te verhuizen. Of ergens anders te gaan investeren. Ook om het te spreiden. Mm-hmm. En je hebt daar een aantal Amsterdams en je hebt ook een aantal
Zeelands, om het zo even te noemen, precies. Waar je dan naar uit kan kijken. En dan kijk je naar de huizenprijzen en de huurinkomsten die zich verhouden. Ja. Oké, okay. Volgende tip. Wat dan ook gelijk een tip is, is let op de wetgeving. Want iedere staat heeft andere wetgeving. Oké. En je hebt verhuurdersvriendelijke staten en verhuurdersonvriendelijke staten. Waar moeten we niet naartoe? Nou ja, California, nou, ten eerste zijn de prijzen daar hartstikke hoog. Ja. Dus je zult sowieso geen goede return on investment hebben. Hmm. Huizenprijzen stijgen wel constant. Maar ze hebben daar ook de bescherming van de huurders. Die is daar zo extreem dat je echt problemen hebt als iemand niet betaalt. Okay. Het duurt daar minimaal 9 maanden voordat iemand die niet betaalt, voordat je daar werk van kan maken. Okay. Dus dat is in Californië. Dus daar gaan we niet naartoe. Waar gaan we wel naartoe? In Ohio is het 5 dagen. Dus dat is, ja, echt waar? Dat vind ik dan zelf als Nederlander wel weer vrij kort, moet ik eerlijk zeggen. Maar, dat moet je ook echt weten, hè? Ja. Klinkt, je gaat wel iets meer achterover zitten als je dat soort nou ja, goed, dan durf je wel eerder iets te verhuren. Of, ja, precies. Kun je dat ook ergens vinden, die wetgeving? Heb je ik ga over de state website, de wetgeving per state. Dat is ook de belasting per staat is anders. Dus je hebt de federale belasting, maar je hebt ook de staatsbelasting. Ja. En daar moet je ook even op letten, want over de huurinkomsten betaal je belasting. Hoeveel belasting betaal je in Ohio over de huurinkomsten? Ja. Nou, dat ligt dus heel erg aan je inkomsten in Amerika. Okay. Dus dat is eigenlijk wel gunstig, omdat je inkomen in het begin heel laag zou zijn in Amerika. Dus onder de $10.000 per jaar in Amerika betaal je 10% belasting. Oké. Okay. En van 10.000 tot 30.000 is het 20%. Oké. Okay. Dus in feite, voordat je €10.000... Maar het gaat om het netto bedrag. Dus eigenlijk word je wordt gewoon belast, ook in LC, als je winst maakt. Individuele belastingbetaler. Ja. Dus je, inderdaad, je wordt ook alleen belast als je winst maakt. Maar gewoon wat je netto overhoudt, zien ze als een soort salaris. Okay. En daar gaan ze op belasten. Betekent dat als je een huis koopt en verkoopt en er komt winst uit en die winst die ga je direct herinvesteren, is het dan winst of is het dan vermogen wat vastzit in huizen? Nou, in Amerika hebben ze noemen ze de 1031 exchange, 1031 exchange. Dat betekent, in Nederland wordt winst op een huis niet altijd belast. Als je het één keer per jaar doet en je hebt winst, dan wordt het niet per se belast door belasting. Zodra je het vaker doet, wordt het wel belast. In Amerika is zo, in feite is het belast. Mm-hmm. Behalve als je het binnen 6 maanden in een nieuw pand investeert. Dan is het niet belast. En dat kun je eeuwig voor je uitschuiven op die manier. Dat is een heel mooi principe. Wow. Okay. Het is wel geruchtig hoor dat Joe Biden daar wellicht een einde aan wil maken. Maar, okay. Maar dat is de box 3 van Nederland eigenlijk. Ja. Vermogensbelasting. Ja. En het mooie is ook, als je de belasting in, je hebt heel veel aftrekposten. Dus je kunt de property manager schrijf ik af, de kosten die je maakt. Maar dat zijn natuurlijk allemaal dingen die ook van je winst afgaan. Dus dat is dan wel leuk. Maar, maar wat je kunt ook het huis afschrijven in 27,5 jaar. En dat is iets speciaals. Ik denk niet dat je dat in Nederland hebt. Nee, dat is niet. Depreciation. Yeah. Depreciation tax return. En dat betekent dat je de waarde van het huis in 27,5 jaar af mag schrijven. Zo. Wat dus inhoudt... als je huis $100.000 is, dan heb je ongeveer 3.500 per jaar die je af mag schrijven. Ja. Maar dat is best wel veel, om van de huur af te trekken. Ja, precies. Dat is 4 maanden huur, die je eigenlijk de aftrekt. Mm-hmm. Dus daardoor kun je, zeker in het begin, kun je echt heel weinig, ik ga $200 dus belasting betalen, denk ik. Per staat goed kijken naar de belastingregels. Ja, inderdaad. Volgende tip. Wat ik sowieso had opgeschreven, daar hebben we het net ook al even over gehad, het rendement is gewoon veel beter dan in Nederland. In verschillende staten. Mm-hmm. Maar in Nederland zie je bijvoorbeeld dat het moeilijk is. Hè? Ik geloof nog steeds dat het mogelijk is. Alleen het is wel moeilijker om hier die deal te vinden. Ja, nou, en dan praat je over 10%. Ja, 10% bar. Ja. 10% bruto aanvang. 8 jaar geleden moet ik zeggen dat in 2012 zag ik nog regelmatig van dat soort deals. In Nederland? Ja, Nederland. Dat je iets koopt en je komt gelijk verhuren en 10% bar. Ja. Dat is nu wel heel lastig. Iets kopen, gelijk verhuren. Ik zeg niet dat het nooit kan, maar dat is moeilijk. Meestal moet je het even verbouwen. Ja, waarde moet je toch een toegevoegde waarde aan toevoegen. Precies, in Amerika heb je de tonnen best wel veel die daar echt boven de 10 zitten. Of nog hoger. Hoe zitten de rendementen in Amerika? Ja, nou ja, goed. Je zegt $750 op $52.900. Het gele huisje. $750 huurinkomsten per maand. Dus hoeveel is het? Ik heb het al eens een keer uitgegeven. Dat is €9.000 per jaar. Gedeeld door hoeveel? Ja, het is 18% schat ik in. Ja, exact. 18%. En dat is normaal? Nou ja, dat... Of was het gewoon een goede koop via die maand? Nee, maar dat is wel... De andere huizen zitten ook in die richting. Dan geef jij nou die persoon die jij daar kent, en die vertrouwenspersoon, geef je die een richtlijn? 17%. Ja. Dan geef je die een richtlijn. Zeg van, goh, ik wil minimaal 15% bar hebben. Ja, nou ja, goed. Ik, ja, ik,
Ik wil eigenlijk, wat ik hem ook als richtlijn geef, want je hebt ook property taxes daar. Mm-hmm. Die kunnen ook aantikken. Mm-hmm. Kun je wel weer aftrekken. En wat hou je dan naar NAR? Ik geef hem aan richting dat ik onder de 11-12% NAR, hoeft hij het eigenlijk niet aan te bieden. Nee. Precies. De pand. Naar, hè? 11, heb je het over. 11% netto aanvangsrendement. Ja. Okay. Alle kosten eraf. Alle kosten eraf, ja. Ja. Wauw. Dat is heel gaaf. Ja. Goed zeg. Dus. En de waardeontwikkeling dan op zo'n pand? Ja, nou goed, dat is dan... ik denk dat die niet zo heel extreem is daar. Ik moet zeggen, het pand is ondertussen wel omhoog gegaan in prijs, zag ik op Zillow. Dat is een Amerikaanse website waar alle huizen op staan. En die iedereen gebruikt. En dan zie je een waardeontwikkeling. Ik weet niet hoeveel waarde je daar aan kan hechten, maar ik zag dat die dan toch ideaal 2% omhoog gaat. Ja. Okay. Het is geen San Francisco waar je in één jaar 20% te duur. Het is niet sexy. Helder. Het is niet dat iedereen in één keer in Toledo of Ohio gaat wonen. Dus je koopt ze voor de lange termijn. Maar dat is, ook dat is ook de visie die je moet hebben. Je koopt dit pand niet om volgend jaar te verkopen. Nee. Waarom zou je iets verkopen waar je dat rendement hebt? Ja, want dan heb je dat geld. Moet je dat ergens anders weer gaan zoeken, dat rendement? Ja, ja, helder. Dus dat is de uitdaging. Je wordt rijk door nooit te verkopen. Ja, ja. Ja, precies. Volgende tip. Nou, wat ik ook nog wilde zeggen is dat door de dollar- en eurokoers heb je ook nog spreiding van risico. Mm. Dus je spreidt eigenlijk je risico's. Mocht er ooit met de euro gebeuren, heb je ook nog investeringen in de dollars. En dat vind ik zelf wel fijn. Als je geld uitgeeft of als iets... kijk, als de euro heel slecht wordt, betekent dat mijn dollar heel, heel goed wordt in verhouding. Ja. Als de dollar heel slecht wordt, betekent dat mijn euro heel goed wordt in verhouding. Ja, ja, ja. Dus dat vind ik zelf een leuke bijkomstigheid. Zeg. Leuk, hè? Ja. 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 Nee. Dankjewel, want je hebt nog een andere tip gegeven. En dat is, ik denk dat die uit de podcast kwam. Maar dat was dat je het ook gewoon leuk vindt om te doen. Je hebt 13 panden in Nederland. En je zegt van, nou, waarom niet in Amerika? Ja, natuurlijk, nee, ja. Ja, ik vind het superleuk om te doen. En het speelt dan ook wel mee dat mijn vrouw uit Amerika komt. Maar Amerika is toch ook voor veel mensen het land waar het allemaal gebeurt. En als je daar op een gegeven moment een bedrijf kan opzetten en huizen kan hebben. En nu klinkt het al normaal. Maar als ik erover nadenk, als ik 20 jaar geleden tegen mij had te zeggen, dat ik dus in Amerika huizen, dat kan ik toch niet? Of hoe doet hij dat eigenlijk? Maar je zit hier aan tafel, omdat we natuurlijk we hebben de Great Life Stories podcast. Ja. Een vastgoedinvesteerder willen we eigenlijk het leven erachter zien. Nou, dat laat je al een beetje zien. Maar dit leven, kijk, we hebben hier een foto staan met allemaal mooie witte huizen, blauwe jacuzzi en zwembaden. Is dit nu je leven? Nou, zo leef ik niet thuis. Dat ik het zo zeggen. Dit is niet Arnhem, hè? Nee, jammer eigenlijk. Ja. Waar is dit? Ja, dit is Athene. Oké. Okay. Dus achter zie je zelfs de Acropolis zitten. Dat is zeg maar het vondelpark, zoals wij het noemen, van Athene. Ja. En zoals je ziet is dit een vrij korte afstand daarvan. Dus wij zoeken echt objecten in die regio. Zeg maar de laatste 2 jaar, zeg maar 2019 en eind 2018, 2019, 2020, zijn de financiële stromen zeg maar vanuit andere landen wel echt naar Griekenland gekomen. Ja. En nog niet echt vanuit Nederland. Dan spreek ik echt over Israël, Libanon, dat soort landen zijn nu massaal aan het investeren in Athene onder andere, of überhaupt in Griekenland. Ja. En Amerika trouwens. En waarom doen ze dat? Wat is er zo hot? Het is goedkoop. 40% zijn de huizenprijzen gedaald in die crisis. En het is pas 15% gerecoverd. Aha. Okay. Maar hier komt het meest interessante. Sinds 2018 is elk kwartaal de huizenprijs gestegen. Ja. Elk kwartaal, ook vorig jaar. Mm-hmm. Elk kwartaal is de huizenprijs gestegen. Nou, Nederland ook 15% vorig jaar. Ja, zeker. Maar daar kan ik nog goed inkopen. Ja, precies. Okay, ja. Dus in vergelijking met voorgaande jaren, daar vierkante Nederland natuurlijk niet zo. Ja, de vierkante meter prijs is zeg maar de helft ongeveer. Ja. Okay. Ja, en dan een beetje verbouwen. En dan, nu heeft je Airbnb, die heeft 60 objecten. Maar hoeveel objecten heb jij op naam voor jezelf? Met je partner? Nu de tweede echt daadwerkelijk op komst. Zeg maar, daar moet ik nu voor naar de ambassade, want het is niet zo makkelijk om daarheen te gaan. Dus dat gaat allemaal veel langzamer. Ja. Dat scheelt echt, want normaal gesproken is het een paar weken geregeld. Ja. In principe staat er 10 dagen voor de verkoop daar. Maar nu... Door de corona dan? Of ja, ik kan er niet zo makkelijk meer heen. Nee, het is dan toevallig eergisteren daar versoepeld. Maar tot eergisteren moest ik een week in quarantaine als ik daar aankwam. Ja. Daarna mag ik pas naar de notaris. Okay. En dan duurt het dus nog 10 dagen, ben je maand weg. Nou, dat gaan we niet doen, zeg maar. Nee, precies. Maar echt mijn eigen object, dat wordt dan de tweede. Je hebt een presentatie meegenomen. Ja. Misschien is het even leuk om daar wat doorheen te bladeren. Ja, zeker. Vooral die foto's vind ik mooi. ja, kijk. Zeker, man. Hier hebben we een paar objecten van jullie. Ja. Vertel eens.
Want er zit echt een hele blauwe zee. Daar kennen we Griekenland van. Dit zijn gewoon vakantiefoto's, man. Met een zwembad, blauwe zee, witte huizen, blauwe lucht. Ze zijn wel mooi geschoten, de foto's. Ja, 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 daar wordt wel aandacht aan besteed, hoor. Want dit zijn gewoon foto's die we op Airbnb hebben staan. Ja. En ja, die foto's moeten wel de realiteit geven, maar het moet ook verkopen. Absoluut. Ja. Nou, dit verkoopt, die wil ik wel naartoe. Ja, dit is gewoon in Athene, op een dak, hebben we dat zwembad laten maken. Ja. En daar heb je gewoon uitzicht op de Mount Acropolis Park en dat de berg dus daar, die zie je er gewoon op de achtergrond. En heb je dan ook waarde toegevoegd? Heb je het gekocht onder de marktprijs, waarde toegevoegd? Ja, ik zie je knikken nu. Ja, vertel. Ja, nee, dit is voor ons is. Nee, hier heb je de aankoopstrategieën waar we naar kijken. En het liefst hebben we natuurlijk. Ik zou even terugkomen. Ja. Daar zijn de meeste huizen in Athene uit 1970. Ze zijn misschien rond 2000 nog een beetje gerenoveerd in jaar, inderdaad. En ondertussen zijn er al aardbevingen van schaal 9 geweest. Dus alles wat er nog staat is. Très bien. Het is al getest, zeg maar, en daarna gecontroleerd. Positieveling. Ja. Alles staat op rotsen ook, dus funderingen, daar hoeven we ook niet naar te kijken, zoals hier. Dus kan geen allemaal houten heipalen. Precies, daar hoeven we allemaal minder goed naar te kijken. Laat ik zo zeggen, je moet nog steeds wel de locaties kijken van hoe het er staat. En de meeste objecten daar, waar wij naar kijken, gaat allemaal via. Hmm. Er is niet echt een funda, dat bestaat daar niet. Dus, en we hebben ons netwerk nu zo opgericht al de laatste jaren dat wij daadwerkelijk direct gewoon van de eigenaren zelf continu de leads krijgen van joh, ik wil van dit af of dit en dit. Ik heb dit appartement gekocht en ik wil eentje verkopen, eentje hou ik zelf. Nou, ja. Top. Ja. Weet je, dat zijn, als de locatie goed is, zijn wij zeer geïnteresseerd erin. Mm-hmm. En dan kan je onder de marktprijs wel meer dan 30 zitten als we echt weer een goede deal hebben. Ja, precies. Ja. Ja. En plus dat de markt omhoog gaat, plus dat je onder de marktprijs koopt. Hey, maar waarom gaat iemand dat dan verkopen? Omdat ze ergens anders willen wonen. Oh, dus hun eigen woning heb je het over? Ja, okay. Je hebt daar geen hypotheekmarkt zoals wij die kennen. Okay. Dus het is eigen geld. Iedereen heeft echt een eigen huis? Ja. In de presentatie staat een sheet en daar staan diagrammetjes met hoeveel schuld eruit staat. Laten we die erin. Ik weet niet of die erbij zit. Ja joh, kijk. Ja, hier rechts in het midden, New Housing Loans. Ja. New housing loans, dus heel weinig op nu. Dus dit zijn de new housing loans, bedoel je met de verstrekte hypotheken, zeg maar. En Okay. Ja. Dus dat zijn herfinancieren kan, maar aankoopfinanciering kan niet. Herfinanciering kan, maar aankoopfinanciering niet. Ja. Okay. Dus je moet echt eerst aftikken, woning bewonen, en dan kun je een hypotheek aanvragen. Ja. Nou ja, hypotheek noemen ze het daar niet zo. Maar hoe noemen ze dat? Ja, het is gewoon een loon. Een lening, gewoon een lening. Tegen je woning, met woning zonder pand. Precies. Wat voor rentes praten we over in Griekenland? Ja, redelijk gelijk met je vastgoedhypotheek hier. Oh, oké. Ja. Dus het is Europees. Is niet zo heel spannend inderdaad. Nee. Dus, die zitten wel redelijk hetzelfde. Op zich is dat wel een gezonde zaak. Dan heb je dus eigenlijk mensen die geen lening hebben. Ja, het is allemaal eigenwaarde. Ja? Zet voor 100%, bijna altijd 100% voor hunzelf. Hmm. Ja. En je kan het hele pand niet zomaar volledig financieren als je daar niet iets tegenover kan zetten. De bedragen die je daar, dat haal je bij lange na niet meer hier. Mm-hmm. Weet je, als we in bars gaan praten, dan zit ik gewoon gemiddelde bar 20%. Mm. Ja. Voor jou de NAR 13%. Ja. Nee joh. Ja. Ja. Dat is wel heel goed. Als wij, alleen zit er dan niet, alleen, ik ben helemaal niet zo alleen, maar dat ben ik helemaal niet. Maar een hele hoop mensen vragen het. Wij stellen meestal vragen van die opkomende mensen. Zit dan niet veel moeite in en belasting en dat het wel bij je komt en gevaar en is het wel veilig en waarom zou je het in Griekenland doen of is het net zo makkelijk? Er zijn heel veel vragen, maar het belastingstelsel daar is nog veel simpeler dan hier. Oh, ja. Ze kennen maar 3 schalen, ja. Geen vermogensbelasting en dat soort dingen. Dus het is heel simpel, je kan verschillende constructies aangaan. Je kan het hier belasten, hè? Dus als je met bedrijven gaat doorfactureren. Ja. Of je kan daar laten belasten, dan heb je het hier gewoon netto. Ja. Dat is eigenlijk wel slim, want we hebben natuurlijk gewoon de belastinggelden die in Nederland betaald zijn. Die zijn naar Griekenland gegaan. Daar worden ze laag geheven en dan krijg jij het weer terug. Er zijn hele goede condities voor investeerders daar ook. Okay. De overheid is echt heel proactief bezig om buitenlandse investeerders die kant op te krijgen. Dus er zijn speciale deals gewoon, zelfs voor partijen als mij, gewoon te krijgen voor belasting. Dat is best wel goed. Je moet gewoon met de bank zitten, de Griekse bank.
Maar sowieso al de normale belasting zit tussen de 15% en 45%. En dat ligt echt helemaal aan hoeveel je omzet doet. Maar een rekenvoorbeeld. We kopen een pand aan voor 75.000 euro. Dan hebben we 70 vierkante meters ongeveer voor op een A-locatie rond het Acropolis. Verbouwen 30k, 10k furniture. Nou, zitten we dus op een 125. Oké. Die doet per jaar netto 2 kop. Of per maand netto 2 kop. Zo. Oké. Nou. 2 kop. Ja. 2000. Ja. Tjeetje, Mien. Ja. 24.000 op 125.000. Op de Airbnb. Ja. En vorig jaar, dat is ook altijd, vind ik een leuk cijfer. Sorry. Ja. Ga verder. Hoeveel bezetting zouden wij vorig jaar hebben gehad? Over het hele jaar? Airbnb, vorig jaar, hele jaar. 12 maanden. 40%. Ja. Nou, ik denk als je het zo vraagt, zal het wel hoger zijn. Gemiddeld op alle panden die we in beheer hebben. Ja, want dat is winter en zomer tegelijk. Welke winter? Ja, exact. Ja, ik wil net zeggen, dagen maar hoe zit het bij jullie? Misschien wel 65%. Oeh, draai hem om. In 2020, in het coronajaar, hadden wij verwacht, we gaan tussen de 30 en de 40 zitten. En we hebben 56% gedaan. Zo, gemiddelde. Ja. Normaal gesproken doen we 93. En daar krijg je het rendement van 93% nou? Bezetting. Voilà. En 300 dagen ongeveer bezet. En hoeveel bar heb je dan op die 56%? Dan weet je ook wat je bij 90% hebt. De helft. De helft. Dus ja. 10% bar draai je gewoon met 56%. Ja. Je draait die 20% iets meer. Iets meer zit je dan op. Maar ja. Wauw. Jeetje, wat goed zeg. Weet je wat nou het mooie is? Vertel. Vertel. De helft van de tijd kun je er zelf wonen. Nee, ja. Zou ik doen, of niet doen, is een beetje zonde. Okay. Als je er genoeg hebt. Maar je hebt niet verhuurd, dan ga je dat toch lekker zelf... Ja, maar dan kost het geld. Ja, dat is waar. Oké. Okay. Ja. Wat kun je nou iemand leren dan, wat jij geleerd hebt? Denkwijze. Wat voor denkwijze heb jij die je kunt overbrengen? Perceptie is realiteit. Ja? Realiteit is perceptie. Ja, ja. Nee. Als je dat echt goed begrijpt en je begrijpt marketing en hoe producten werken. Hmm. Als ik maar lang genoeg volhoud dat iets goed is, is het goed. Dus wees diegene die open-minded is, die... ik ben aan het nadenken, als ik zit naar boven te kijken, ga nadenken. Wees degene die ervoor lopen. Wees degene die alles weet van iets. Zorg dat je dat op orde hebt en dat jij daar de voorgang lopen bent. Dan ben je de linchpin, de linchpin en dan loop je vooraan. Well, we actually met last summer through a mutual friend in Amsterdam. Yeah. I think you were on holiday there, right? Yeah, I was looking at where I would move after yachting. I have lots of family in Germany, and I have a very good friend here, a couple of friends here in Amsterdam. Yeah. So I was just, I was on holiday looking at, where could I kind of base myself next? Yes. Yeah. And so on. Well, yeah, we started talking, and we were both actually really interested in each other's story. Mm-hmm. He told me about his properties in Spain, and I always had the thought of maybe potentially buying somewhere elsewhere than Holland. Okay. And when I heard his what he had and how affordable it is also, I was really interested, but I never really knew how to start, So he really motivated you. He introduced me, yes. Yes, in real estate. Yes, yes. So in December, I went to visit him in Spain, and he showed me around. He showed me a couple of apartments, and I ended up buying an apartment in Spain. No way! Yes. So why Spain? Yeah, why Spain? That's a good question. Yeah. Because the lifestyle, because the sun, or is it? That's definitely a reason of why. Why? Yes. For me, I think For me, definitely affordability. I'm young. I don't have loads of capital, exactly. So for me, a big reason was affordability. The opportunity to buy an apartment for 65,000-70,000 euros, and make 550 in your pocket or, at the end of the month. That was definitely attractive for me. I also believe that there's good opportunity to find, in Spain, it got hit really hard by the financial crisis. Yep. And there was a bigger price correction than here. A lot of properties in Spain, especially in the smaller cities, they need a lot of renovations and refurbishments. And there was also, I think, up until about 5 years ago, maybe all confidence
to invest had been halted, had been stopped. You know, you could see there's areas that no one was putting money back into. Mm-hmm. And I think over the last, since the last 5 years, 4 or 5 years, you can really see that investor confidence is back. They really, you can start to see transformations of these areas. Mm-hmm. And once again, the ability to buy something, you know, that needs renovation, that most people are overlooking. Where can we find those areas, the regions? So I invested myself in a place called Castellón. Castellón. Castellón, which is between Valencia. It's a nice place, Castellón del Casa. Castellón del... De la Plana. De yeah. Plana. Yeah. Yeah. It's about halfway between Valencia and Barcelona. Mm-hmm. But yeah, there's many. I think you just got to look. But why that region? Is there anything? Yes. So then, coming to good question. But then, what I imagine is that you just go there, right? You just. So I think the final reason of why Spain, besides affordability, opportunity, is I have connections in Spain. And that's where they are situated. Ah, your sourcing partners are there. So yeah, very very good friends of my dad. Local knowledge. One's an architect. One owned his own estate agent company in Cape Town for 20 years, and they moved to Spain 6 years ago. And that's what they do now. Yeah, yeah. Fantastic. So that was the, you know, I wouldn't have just been able to go anywhere. They take you on the ride there. Yeah, exactly. No, and exactly. Now they take you also on the ride. Yes, though. I also ended up in Castellón. Yeah, really. That's how it goes. Wow, very nice. Yeah, and actually, when I first went there, I actually thought that I was okay. The idea that everyone has, right, a second house in Spain, maybe a good holiday destination. Yeah. But when I was there, I realized that, like, the apartments Jordan showed me and the numbers, it's more like student accommodations. Mm-hmm. But I realized when I was there that that's actually financially so much more interesting. And to be able to have that and to have that income, and then you can just go anywhere in the world, right? You don't need to have that fixed place. Now I'm just able to go anywhere I want and just have a place there. Having a house there. Yeah. And what are the numbers? Maybe interesting. You said €400 for an apartment, what cost you 65,000? Yeah, so I mean, you can buy apartments there for 65, 75, 85,000. Yes. You can look at renting out to students anything from 270 to 300 euros a room. And how many rooms in an apartment like that? Oh, two or three. Okay. Three rooms, yeah. So, Frank, can you do the numbers? So 2 times 300 is 600. Yeah, about 810 to 900 euros a month. Okay. Yeah. So that's above 10%. Yeah, exactly. Yes. Yeah, 12, I mean, there are costs involved, yes, obviously. Of yeah, sure. So, and how do you do that? Do you do that from your personal bank account in a Box 3 investment, or do you invest in Spain from? So, I think there's always two ways that you can invest in property anywhere, and one mm-hmm. would be in your private name, and the other would be in the name of a company. Mm-hmm. And I believe, as far as tax in Holland is concerned, that would depend on whether it's Box 2 or Box 3. Yeah. Mm-hmm. I believe that if it's in your private name, it will be in Box 3. Mm-hmm. The tax. But just you were telling earlier that you took clients from the Netherlands to Spain. Sure. So and they invest privately, or how? Yeah. Do they? So they've bought properties in their own name. In their own name. In their own name. Yeah. Same for me. Like I'm not having a company in property yet. But, okay. No. Private name. Not yet. Not yet. I have it in private. And it's name, going yes. easy in Spain. You just buy a house on your name. How did it go? Well, Jordan helped me with everything, of course, because for me it was all very new. So he got me in contact with the mortgage broker, also the legal points, and he helped me through everything. How did it go then for you? Maybe you can explain the legal. How did the legal part go? Did it go fluently? Well, I just trusted Jordan because, I mean, he has invested himself in properties there. Yes. So if it wouldn't be interesting, he would not invest his own money in it, right? So that gave me really the trust and confidence to invest there as well. And he put me in contact with the right people. And so, because also I've heard a lot of stories in Spain that people buy things and that legally everything is not arranged well. But they just made sure that everything was okay. So. And like cadastre and so on, that is all the same as in Holland?
That it is all no, registered? It's all registered. Obviously, there's title deeds and all the rest. Yeah. And of course, yeah. You have lawyers doing a due diligence, making sure there's no debt attached to the property. Yeah. The seller is has the legal right to sell. No insurance claims and all that. And all those things. Exactly. Yeah. You hear those stories that absolutely. You buy something, there isn't nothing. Yes. Nothing. Absolutely, yes. Yeah. And yes. That's partly why I like spending time in Holland as well, is that I'm able to meet my clients. You know, I can get on a bicycle, on a train, and I can meet someone and have a cup of coffee with them and have a normal conversation with them. They're not meeting me online. Yeah. I've had success with it. It's just putting a face to the business. Mm, because you're now having a business, eh? You're not doing it for yourself. So you're doing it for yourself, but you're also doing it for Dutch clients. Yeah, so I had a couple of friends and colleagues wanting me to help them, you know, in the beginning, you know. Yeah. Through my network, I was assisting them with the different steps, you know, a lawyer, a mortgage broker, the guy who can do the renovations, the guy who can manage the properties. And towards the end of last year, I thought, right, I can now do, I'm going to take the leap of faith. I'm going to do this myself. Wow. Yeah, as a really sourcing partner for people. Absolutely. For investors. Yeah, I'm definitely not an estate agent. No. But I... Definitely not. I wouldn't say what I do is sell properties. I think what I do is I source good deals for my investors or for my clients, and I put the whole investment package together. Yeah.